Die staken nooit een poot uit. Die deden niet de was of die gingen de aardappeltjes nee, nee, bakken? heb het hele idee dat mijn opa van vaderskant de was zou doen. Dat is zo komisch. Dat kan, daar moet ik inderdaad ontzettend om lachen. Met hem. kunt u mij horen? Ik lees nu een boek van Hilary Mentel over de Franse revolutie. Dat is al 700 pagina's als ik het wel heb. En ik moet voor het tijdschrift Maarten natuurlijk uh, uh, elke maand een min of meer verantwoord essay schrijven. <laughs> en uh, dan moet ik mij dus afvragen, waar gaat dat over? Soms biedt het onderwerp zich vanzelfsprekend aan. Dat heb ik ook uit de tijd van dat ik columns schreef. Dat je hebt weken dat je... Je hebt wel dertig ideeën voor een column. Het is een ambarade, je weet niet wat je kiezen moet, bij wijze van spreken. En dan... En twee weken later denk je, Jezus, waar zal ik het eens over hebben? Want, wat, wat, ik kan toch niet nog eens een keer dit of over dat schrijven? Dat is een hele wonderlijke zaak eigenlijk, dat dat zo, zo onregelmatig in je, bij je hersens in elkaar zit. Wat je wel vaak merkt, als je dan iets gaat lezen en je gaat even aan iets anders denken, kom je vanzelf weer op ideeën? Ja, nou ja, wat ik, wat ik, ik zie natuurlijk wel allerlei boeken, met name in de Verenigde Staten die verschijnen, maar wat ik dan denk van, goh. Dat zou eigenlijk heel aardig zijn. Verenigde hmm. Staten heeft toch een immense productie van, laat maar zeggen, eh, boeken over, over recente historische processen. Hmm. Eh, dat, dat is bijvoorbeeld naar mijn idee in Nederland toch een stuk minder. Die ook nog de moeite waard zijn. Ja, die waar, waar bovendien wat grotere problemen in worden aangesneden. Hoe komen we eigenlijk aan de grote problemen waar we nu mee worstelen? Wat, wat hebben we in het verleden verkeerd gedaan? Ja. Of, ja. of wat was onvermijdelijk, dat, dat kun je tegelijkertijd stellen. Ja. Nou, het ging net op de radio over dat wetenschappers zich niet meer zo duidelijk durven uit te spreken eh, in onderzoeken omdat ze bang zijn dat hun kop eraf gaat. Is dat echt zo? Dat zou wel een heel diep treurige zaak zijn Als Dat daar overtuigend bewijsmateriaal. Hij interviewde iemand ik die. Heb er, althans, ja, ik ben nu 15 jaar met pensioen, dus in die zin ben ik niet meer een, een geïnformeerde spreker. Maar ik heb zoiets nooit meegemaakt. Maar misschien zijn dat andere wetenschappen dan de historische wetenschap. Nou ja, het werd, er werd gezegd van ze kiezen allemaal voor veilige onderzoeken. Want in de media word je anders helemaal afgemaakt als je iets controversieels aanstipt. Is dat echt zo? Nou, dat, daar ging de discussie over. Dat wil ik wel eens wat bij mij materiaal zien. Het werd wel tegengesproken hoor, door zo'n professor die te gast was. Dus, uh... Omdat ja, dit woord, als ik het zo... Althans, zoals jij het formuleert, dat is een beetje uit de losse pols. Uh, die wetenschappers gaan meteen de kop naar. Ik wil het eerst bewezen zien voordat ik het geloof. Ja, dat is ook heel goed. Dat is heel goed. Heb jij, volgende maand gaat het gebeuren, hè, die excuses voor het slavernijverleden. Ja, je weet dat ik daar geen voorstander van ben. Eh, sterker nog, in allerlei opzichten bestaan er nieuwe vormen van slavernij. En als je nou toch je best wil doen voor een betere wereld. zou ik zeggen, hou op met dat gelul over het verleden waar toch niks aan te doen is. Besef dat het verleden een andere tijd was dan nu. Hè? The past is a foreign country. Ik heb het al eerder gezegd. En besteed je aandacht en je inspanning en je geld, als je dat ook daarvoor uh, hebt, uh, aan de bestrijding van moderne vormen van slavernij. We hebben een hele discussie gehad over die voetbalstadions daar in de Persische Golf. Nou, dat waren geen frisse toestanden. Dat kun je toch wel een vorm van moderne slavernij noemen? Ja. Dus ik zou zeggen, besteed daar je aandacht, je tijd en je geld aan. In plaats van allerlei zuurpieterijen over het verleden. Want dat is natuurlijk, dat hebben we al eens eerder gezegd, dat is natuurlijk een, een meraboire dat, dat dat Ik gebruik nu een tweede Franse uitdrukking Dat is wel alsof mijn hersens zijn aangetast ondertussen. Um, Nee, dat, dat, je kunt wel aan de gang blijven met excuses aanbieden. Dat is echt flauwekul. Maar is dit wel dat een is goed moderne, punt moderne, modieuze flauwekul. Ja, maar je zegt terecht van in Qatar ook allemaal slavernijtoestanden. Ja, niet alleen daar natuurlijk. Als je dat even wat nader gaat beschouwen. Is er verkeren natuurlijk tal van mensen op deze planeet in, in situaties die we gemakkelijk kunnen vergelijken met de slavernij. Ja. Namelijk A, dat je geen kant op komt. B, dat je klote behandeld wordt. C, dat je niet ouder wordt dan 40, 50. Nou ja. Een hele reeks van, van problemen. Doe daar nou iets aan. Ja. Doe, doe iets aan concrete dingen die nog bestaan. Ja, maar vind je het dan hypocriet? Het we komt wel... niet die spijkerbroeken die op gruwelijke wijze worden geproduceerd. Ja, niet dat ik daar echt verstand van heb, maar. Ik heb altijd begrepen dat het niet fris is. Ja, er zitten ook mensen er, zitten er bewust gaat in te maken. Ja, dan... dat ook nog natuurlijk, maar goed. Maar vind je het hypocriet dan dat we naar Qatar gaan en dat daar dus allemaal. Nou, over... ik, dat heb ik, heb ik het ook al over gehad van mij, maar iedereen naar Qatar, maar wees je bewust van het feit dat het daar niet fris is. Ja, maar het is toch raar dat de politiek nu excuses biedt, maar ze sturen wel die minister naar die wedstrijden toe. Ja, maar goed, dan moet je het boycotten, dat vind ik ook weer. De mensen nou plezier in dat voetbal. voetbal op, voetbal op zichzelf is, is neutraal. Dat is niet ja. goed of slecht. Nou, het is meestal slecht voetbal. Ik heb het niet gezien, maar het schijnt niet geweldig te nee, zijn. Het was afschuwelijk. Oh, het was zelfs afschuwelijk voor eén 1-1 zelfs. Hè. Oh. Ja, daar zag ik wel een flits van. <laughs> ik trad op in, waar was het? In uh, Barendrecht en alles op het toneel. Ook een oranje krukje. Dus ik dacht, het is natuurlijk als we... Als we triomfantelijk gewonnen hebben, moet ik op het oranje krukje gaan zitten. Dus ik heb nog even aan het publiek gevraagd: hoe staat het ermee? Ja, het was 1-1. Dus ik ben nee, helemaal niet gaan zitten. Maar jij moest optreden terwijl de wedstrijd was, of daarna? Ja, vlak daarna, dat oh, weet ik niet daarna. precies. Ja, ja oké. Okay. Dus ze waren al in de stemming daardoor. Ja, het leek mij nou niet bepaald een publiek, wat, wat eh, laten we zeggen, elke dag elke wedstrijd wil zien of zo. Nee, bepaald niet. Nee. Maar er is een wat grotere strategie hè, door de Rijksoverheid dat ze volgend jaar dat grote herdenkingsjaar hebben. En dan nu, net voordat het jaar begint, gaan ze die excuses maken. Rut hier in nou, Nederland... Ja, natuurlijk kan ik zeggen dat ik er tegen ben, maar dat is. Uh, kijk, dit is in de mode. Dus dan, ja, een aantal jaren zullen we onze excuses aanbieden voor deze en gene zaken die wij in het verleden hebben bedreven. Wij, 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 onze verre, verre voorouders, uh, dat is vaak. Tien generaties geleden, of zoiets dergelijks. En dan uh, gaat het weer voorbij, en dan is er iets anders in de mode. Nou. Ja. Uh, die mensen die natuurlijk dit gehoord hebben, en die uh, ook gehoord hebben wat jouw standpunt is, die zeggen: het gaat er niet om dat ze de excuses maken, maar het gaat ook om een stukje erkenning. Hè, dat wat toegegeven Ach, dat wordt. Dat is dat toch dat al lang erkend? Heb je, heb je wel eens ergens gelezen die slavernij? Wat een toptijd. Ja. Hadden we langer, veel langer mee door moeten gaan. Nou, niet zo lang geleden Balkenende met zijn VOC-mentaliteit. Ja, dat, toch... dat, dat is gewoon een ander. Dat werpt een ander licht op dezelfde gebeurtenissen. Het is trouwens ook hoogst misleidend om te suggereren dat de VOC nooit iets anders heeft gedaan dan, dan dat slavenhandel en gruwelijkheden. Ja, deels wel. Ja, maar hoe hoorde Pieter, er wel bij. is een bekend geval. Maar dat ging nou juist helemaal niet over de slavenhandel, maar over monopolieposities in de, in de specerijenhandel. Nogmaals, ik blijf bij mijn theorie. Het verleden is daar. Het, heeft, het is totaal zinloos voor ons om over een betrekkelijk ver verleden niet waar, onze excuses aan te bieden. Dat dat nou toevallig in de mode geraakt is, daar hoef ik mij toch niks van aan te trekken. Nee, absoluut niet. Sterker nog het overgrote deel van modieuze verschijnselen is knettergek. En ben je tien jaar verder, denk je, hemelse goedheid. Wat een onzin was dat nou toch? Hmm. Hmm. Dus nee, ik zie daar het nut niet van in. Ten meer, nogmaals zal ik dit punt dan eh, een keer onderstrepen, dat er nog steeds ongelooflijk onaangename toestanden zijn in de maakindustrie wereldwijd, waar we van alles aan zouden kunnen doen als we dat zouden willen. Ja, dus dan zeg je. Oh, maar daar doen we overigens geen reet aan, dat is het interessante van de zaak. Nee, dus als je dus excuses maakt, zorg ook dat je dit aanpakt dan. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, goed, ik zou die excuses niet maken. Maar nee. En als je dus een betere relatie oplevert met die delen van het Koninkrijk die zeggen: wij vinden dat wel belangrijk? Dat kan mij eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel schelen. Dat, dat, dat riekt naar chantage. Oké, okay. oké. Okay. Hey, hoe, uh, hoe vond je de uh, plannen rondom stikstof die ze nu hebben gepresenteerd? Ja, je hebt altijd het gevoel, ja, die plannen moeten gemaakt worden, die plannen moeten gepresenteerd worden. Sterker nog, er moet tenslotte werkelijk iets aan gedaan worden in plaats van eindeloos doorzijkend gelul dat we er iets aan moeten doen. En dan is het, 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 het ik heb altijd de indruk, ik heb het niet al in detail bestudeerd, dat het allemaal zo klunzig gaat. Dat, 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 dat het niet, niet handig, verstandig en goed wordt aangepakt. Ja, we krijgen nu transitiejaar, hè? dat is niet dit jaar, maar dat is volgend jaar. Ja, transitiejaar en dat, dat hoeven we ook, ook 2030, nou ja, niet al te serieus. 2040 is ook goed. En nou ja, zo zakkert en etert dit probleem voort. En waarom? Omdat we het 30, 40 jaar geleden hadden moeten aanpakken. Ja. En nu zitten we met de gebakken peren natuurlijk. En nu wordt het weer vooruitgeschoven, omdat ja. ze het ook niet eens worden natuurlijk. Ja, het is diep treurig. Dus het probleem wordt naar een nieuwe, ja, misschien wel een nieuw kabinet geschoven? Ja, en je weet, vooruitschuiven is een meesterlijke manier om problemen op te lossen. Ja. Die jij dus niet oplost, maar die je in feite aan iemand anders doorgeeft. Ja. Maar ja, goed, het is ...die al... met een nog groter probleem komt te zitten. Ja, en dat is al zo vaak is het uh, doorgeschoven. Ja, het, is, het, is, het, is, het is beleidsmatige incompetentie op hoog niveau. Ja, Maar je zou toch ook zeggen, Brussel moet op een gegeven moment zeggen... ...ja Rutte, nu moet je echt iets gaan doen. Ja. ja, dat zou Brussel misschien moeten doen. Ik weet niet wat de mogelijkheden voor Brussel zijn om ons te dwingen... ...om deze zaken aan te pakken. Het is natuurlijk een betrekkelijk uniek probleem... ...omdat wij een, een extreem intensieve landbouwsector hebben in een piepklein land... Dus ja, uh, wij staan hier wel met de billen bloot. Ja, en je bent toch ook uh, met bestuurder om moeilijke keuzes te maken die niet populair zijn bij het grote publiek, maar wel nodig zijn. Nou, het gekke is dat ze, ze hebben allerlei keuzes gemaakt die uiteindelijk verdomd slecht hebben uitgepakt. Uh, hadden ze die maar niet gemaakt bij je Zeggen de keuzes die ze hadden moeten maken, hebben ze niet gemaakt. Ja. Ik, oh jeetje zeg. Ik ja, het blikje mezelf, is heel vol. In mijn, in mijn opwinding knoei ik mezelf onder. Ja, met prikken bruisend druisend water. Ja, het is gewoon water, dus zo ja, ja. erg is het nou ook weer niet. Maar toch... Eh... Kijk, er komen natuurlijk weer verkiezingen aan. Dus uh, ze voelen de erbij al hangen. Als we nu dit gaan doen, dan worden we helemaal afgegeven. Omdat het provinciale verkiezingen zijn. Ja. En, en de regering in zijn oneindige wijze het heeft besloten dat zij het niet gaan uitvoeren. Maar dat de provincies dat moeten doen. Ja, dus dan, dan voel je al aan, we tillen het over die verkiezingen heen en uh, dan nog niet wordt er een beslissing gemaakt. Dus het is allemaal wel wat lafjes wat er nu gedaan wordt, toch? Sowieso vind ik dat we in de laatste jaren niet erg effectief bestuurd zijn. Ja. ja. Verkeerde keuzes. Keuzes die gemaakt zijn, die worden niet geëffectueerd. Uh, allerlei problemen. Dingen die ze gedaan hebben en die volledig verkeerd hebben uitgepakt, etteren ook jaren en jaren en jaren door. Ja, dat is eigenlijk vrij treurig. Mm. Je begrijpt altijd wel waarom het zo is en dat het natuurlijk wel handig is om dingen maar wat op te schuiven. En, nou ja, zolang er eindeloos geluld wordt in al die talkshows, niet waar, ja, die, wat natuurlijk ook niet zo oplevert, dat begrijp je ook wel, eh, vinden we het wel goed eigenlijk. Ja. Wat zou jou beter lijken? Dat, dat er gewoon gedwongen wordt, van tegen boeren wordt gezegd... alsjeblieft, hier heb je een zak met geld, stop er maar mee? Nou ja, dit, dit, dit klinkt een beetje alsof er een, een peloton soldaat... het erf opmarcheert met machinegeweren <laughs> en zegt van... ja, het is... Uh, of je doet het nu meteen of je schiet in je dood, inclusief al het vee. Nee, dat lijkt me, het moet binnen de kaders van, van de rechtsstaat... dient het uitgewerkt te worden en tot nu toe... Is een van de meest opvallende dingen hoe slecht het allemaal gepresenteerd wordt. Hoe onaaddenkend. Dat je denkt: wie, wie verzinnen deze onzin? Is er nou niemand die zegt, jongens, denk maar nou om. dit dient op een fatsoenlijke, overtuigende wijze aangeboden te worden. Mm -hmm. En dat gebeurt nu niet, vind jij? Nee, mijn indruk is dat dat niet gebeurt. Nee. Ook niet met de nieuwe plannen die gepresenteerd zijn, laten ze die nou eerst eens uitvoeren. Wat dacht je daarvan? Ja, ja maar dat duurt dus nog eventjes. Ja, er... alles duurt en duurt en duurt en duurt en duurt. Ja. Dus uiteindelijk komen we niet verder. Ik vraag me wel eens af, hadden we Remkes niet iets langer hier uh, zich tegenaan moeten laten ja, bemoeien? Ja, ik heb al eerder voorgesteld, nietwaar. Je had, je had in, in het oude Rome, daar had je tijdelijk benoemde dictators. Die, die stopten ook altijd als het de nood weer van, weer van de duur is, dan verstopten ze ermee. En dan gingen ze weer terug naar de boerderij. En misschien is dat toch een, een soort oplossing, dat je... Dat je tijdelijk iemand benoemt, niet, niet om, omdat we. Ja, om knopen door te haken. Ja, dat kan helemaal goed. Dat dat, dat, dat dat geëtter, om dat op een of andere manier te stoppen. Ja, wat je ook veel hoort is dat boeren in een identiteitscrisis terechtkomen. Hè, als ze moeten stoppen. Want ze zijn hun leven lang boer geweest en opeens ja, ben je geen boer meer. Ja, okay. En wat dan? Maar ik ben ook, ook het, het idee dat, dat die boeren niet waren in een soort, soort van. Middeleeuwse gezelligheid leefde en niets dan een geluk van het, van het veld haalde. Kom op, het zijn moderne bedrijven die, die, die modern gefinancierd worden. De, 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 hoe heet het? de agrarische industrie die, die speelt ook een rol in dit, in dit hele proces van afhouden en treuzelerij. Dus we moeten het ook niet al te veel romantiseren, lijkt mij. Maar misschien moeten we de boeren een beetje helpen om een, nieuwe, nieuwe, ja, een nieuw bestaan op te bouwen. Nou ja, verder prima, maar ja, waar, moet het geld, waar moet je dat doen in Nederland? Dat is het probleem. Nee, maar goed, ze kunnen natuurlijk wel uh, met behulp van misschien. Kijk, als je in principe in, in Frankrijk woont, uh, daar kun je nog wel eens ergens een nieuw bedrijf beginnen of een gewoon bestaand bedrijf uitbreiden. Of in Rusland en in Oekraïne. Ja. Maar ja. Het zijn wel Nederlanders die in de Oekraïne zijn gaan boeren, maar ik begreep dat dat slecht was afgelopen. Ja, maar ze kunnen toch ook iets anders Omdat gaan doen? Dat je meteen bedreigd wordt als het goed gaat. Ja, misschien moeten we een coach aan ze koppelen. Die zeggen van, hé, hey, je hebt nu dit lange tijd gaan Ik zou zo weinig mogelijk nieuwe soorten van coach introduceren. Ik zou zeggen, misschien kan het coachwezen ook iets minder... Het nou, coach, iedereen is coach toch? Ja. Nee, dat is een, het hele idee dat er... Je hebt toch ook levenscoaches en je kunt overal bij begeleid worden. Het is toch ook wel een beetje een, een soort halfgare ontwikkeling naar mijn gevoel. Ja, coaches. Hoe, hoe, is dat iets van de laatste tijd, denk je? Nou, ik heb er vroeger nooit van gehoord, dat kan ik je wel zeggen. Je hebt nooit een coach gehad? Nee, ik heb nooit een coach gehad. Nou, ik neem aan, ik heb één jaar gehockeyd bij de Wageningse Mixed Hockey Club en... Ik zou daar een coach voor de, voor de jonge lui zijn geweest? Dat Normaal ik, wel. Ik denk dat ik 12 was of zo. Zoiets in die geest. Ja. 13 misschien. Ik weet het niet precies. Maar ik kan me er niet ik van herinneren. Het is, het, is, het is een van de meest gruwelijke en benauwende ervaringen van mijn leven geweest. Dat je zaterdagmiddag. Heel klein beetje zonnetje. Het is rustig. Mensen hoeven niet naar hun werk. Enzovoort. Enzovoort. En dan moest je naar dat gruwelijke hockeyveld. Dat knollenveldje. Met die stok. Met die levensgevaarlijke bal. En dan moest je daarna moest je met z'n allen bloot onder de douche. Ik bedoel, het was echt. Hoe het mogelijk is dat, dat, dat de jeugd daartoe gedwongen kan worden. Ik weet niet wat die andere jongetjes ervan dachten. Maar ik, ik vond het echt gruwelijk. Ja, maar natuurlijk Gruwelijk. Had... Ik vind het ook, vond het ook zo. De, de, de inherente domheid van, 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 van de sport als zodanig. hè. Dat je gaat wandelen omdat je dat leuk vindt of van de natuur houdt, dat kan ik allemaal hartstikke goed begrijpen. Maar een hoop sportbeoefening is toch. Vooral als het niet goed kan, of helemaal niet kan zoals ik, is dat wel zo'n hopeloze onderneming. Waarom ben je niet gevlucht? Ja, tenslotte ben ik gevlucht. Ik heb toch wel eens verteld, ik heb tegen mijn ouders gezegd, jongens. Als ik hier niet mee op mag houden, dan loop ik weg. Maar dat was ik helemaal niet van plan, dat begrijp je ook wel. Weg van zoals huis? Ik zo niet weet precies, weg van huis. Ik zou niet weten waar ik heen had gemoeten. Maar goed, het, bleek, het was wel duidelijk dat het niks voor mij was. Oké. Okay. Je hebt ook op de universiteit geen coach gehad die zei van... Maarten, misschien als je de lesstof zo behandelt dan... Nee, de... dat heb ik nooit gehad. God zij dank niet. Ik heb altijd de indruk gehad dat ik, dat ik de lesstof prima kon behandelen. Ja, misschien iets te prima omdat ik altijd dacht van... Laat ik het zelf maar doen. Ja, je hebt natuurlijk al die werkgroepjes. Het idee van die werkgroepjes is dat je dan... Met de studenten in discussie treedt. Maar dat is wel een beetje een romantisch idee. wat zelden gerealiseerd wordt. Ja. Overigens zeiden die boeren ook nog. hoorde ik ergens van. ja, we hebben zoveel geld moeten lenen. dus als we die miljoenen krijgen. zijn die echt niet allemaal voor ons hoor. We moeten eerst de bank terugbetalen. ja, ja dat zal best wel. Maar goed, daar zie je ook aan wat voor soort van bedrijven het zijn. Dat ze drijven natuurlijk op omvangrijke leningen. Het is gewoon moderne bedrijfsvoering. Ja. En een groot deel van het bedrijfsleven draait natuurlijk op geleend geld. Dat begrijp je wel. Ja. Hier dus ook. Uh, dus de, 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 je moet, het is geen verkaderplaatjesbedrijf. Het is gewoon uh, uh, een serieuze moderne industrie. Ja. Maar eigenlijk moeten we dus tot de conclusie komen dat de mensen die wij uh, gekozen hebben tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer, dat die dus nu een heel belangrijk probleem eigenlijk moeten oplossen, maar niet met een daadkrachtige oplossing komen, want ze schuiven het vooruit. Uh, nee, omdat misschien ook die kabinetten niet geweldig functioneren. Uh... Ik heb geen idee. Je zou dat in detail moeten onderzoeken. Vaak worden dit soort van dingen je pas duidelijk als over 30 jaar. de geschiedenis van zo'n probleem. of zo'n ministerie wordt geschreven. Ja. En dan kom je erachter wie goed was en wie niet goed was. Je ziet ook vaak dat mensen die in de publiciteit worden afgeschilderd als kneuzen. dat die 30 jaar later blijken dat prima bewindslieden te zijn geweest. Ja. En ook bij Amerikaanse presidenten is het vaak, vaak pas later dat je ziet. Of ze het meer dan maar redelijk hebben gedaan, ja of nee. Ja. Maar de bestuurders zullen zeggen, we doen er wel wat aan, alleen uh, het duurt wat langer. En in eerste instantie is het op basis van vrijwilligheid ook. Nou ja, het is duidelijk dat het, het probleem zich als geheel niet laat oplossen op basis van vrijwilligheid. Hmm dat daar op een of andere manier wel een wat, wat hardere wat harder aanpak... Maar dat, dat gebeurt dus later, als het geen effect blijkt te nee, hebben. Nee, precies. Oké, okay, laten ze het eerst maar op basis van vrijwilligheid doen. Maar laten ze het vooral doen. Ja. Laten ze er vooral mee beginnen. Ja, ja. goed. Hey, er is eventjes een onderzoek onder het onbehagen... tussen Nederlandse mannen en vrouwen gedaan. Er is zijn even... dat er? Ja, er zijn, het stond in de Volkskrant, Er zijn eventjes wat. Is uh... het een grotere onbehagen dan twintig jaar geleden? Nou, schijn... Of dan honderd jaar geleden. Schijnbaar is er niet zoveel veranderd, dat is eigenlijk de conclusie. Dus even oh, het een... onbehagen is eigenlijk omdat er niks veranderd is. Ik zal even kijken, er is een vraag. Uh, misschien kun jij die even beantwoorden. Als er verhuisd wordt, zou ik de zware dozen, eens of oneens? Ik denk er niet over. En boven die laat staan. Dat, dat mijn vrouw ze zou gaan dragen, ja, dat is wat een verhuizer moet doen. Je okay. heeft daar speciaal personeel voor in dienst en daar betaal je een heel redelijk bedrag voor. En dan kun je verhuizen zonder dat je... Kijk, als je natuurlijk als niet getrainde figuur dozen gaat, gaat uh, verhuizen, dan weet je zeker dat je er een jaar krijgt. Ja. Dus dat moet je vooral niet doen. Studentverhuizen. Ik heb toch al eerder gezegd, laat allerlei werkzaamheden aan vaklui over. Ja, met de klopboord. Ga niet zelf staan klooien, je kunt het niet goed, het gaat verkeerd. U, verkeert, u, u zaagt een gaatje op het verkeerde moment. Uh, ga niet zelf verhuizen. Ja, als, als student kun je hele handelen in een bakfiets laden en, en drie straten verder uh, uh, weer neerzetten. Maar ga niet een groot <laughs> huis verhuizen. Dat is echt flauwe cul. Okay. Trouwens, verhuizing, dat is bekend, is een door en door traumatische aangelegenheid. Verhuizen, ja? Ja. Hoe komt dat? Nou ja, omdat het een enorme breuk is in je leven, al je patronen. Heb je dat niet? Dat als je dan ergens anders was gaan wonen, dat je dan nog tijdenlang de verkeerde route nam, een halve week, denk ik, oh god, nee. Ja, ja. Wacht, ik ben verhuisd, ik moet ergens anders. Maar na toe. twee weken went dat vaak wel. Maar, maar ik ben in mijn studententijd wel regelmatig verhuisd. Uh, maar ik ben nu van, helemaal niet meer van plan om te verhuizen. Nee, ook niet naar een bejaardenhuis. Nee, eigenlijk totaal niet. Overheid wil dat wel, hè? Dat, dat je kan, naar kleinere huizen. Je kan moet. natuurlijk wel, wel heel deftig doen: van dat wil ik niet, maar het kan natuurlijk zijn dat je zo gebrekkig raakt. Dat je, dat je zelf niet meer in, zeker niet in dit type van huizen kunt blijven wonen. Ja, maar maar de Den Haag zegt van ja, Van Rossum, je houdt eigenlijk uh, de doorstroom op de woningmarkt tegen. Den Haag kan de pot op. Ik heb dat huis ooit gekocht, ik heb erin gewoond, mijn kinderen zijn erin opgegroeid, we wonen er nog steeds in. En. Sorry, Den Haag, wij blijven er ook in wonen. tot het absoluut niet meer kan. of tot we doodgaan. En dat dan, dat dan andere mensen die net starten. geen huis kunnen krijgen, maakt je niet zoveel uit. Ja, waarom ik op een of andere manier. Eh, schuldig ben aan een toestand. die door de Nederlandse overheid uiteindelijk zelf structureel veroorzaakt is. namelijk dat er in Nederland veel te weinig gebouwd wordt. dat zie ik niet goed in. Hm. Nog even Bovendien mag ik het nog een keer zeggen. Ik ben geen babyboomer. Ik ben, ik ben van een tragische generatie. die midden in de oorlog geboren is. Hoe noemen ze die? Ik weet niet, ik geloof de stille generatie. Oh, of okay. de, nou, of de, de tragische generatie. Ik weet het niet. Je hebt niet nu Gen precies, Z, hè. hè? Ik geloof helemaal niet in een generatie. Okay. Ja, nu hebben ze het allemaal over Gen Z. Generatie Z, die betreedt nu de arbeidsmarkt. Is dat zo? Ja, ja dat is weer een nieuwe, een nieuwe generatie. Tot welke generatie hoor jij eigenlijk? Volgens mij een millennial. Je bent een millennial. Ja. Is dat dus geboren tussen. 90 en ja, zoiets, 2020, ja. 2020 of zo. Ja. Nee, 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 niet, niet 2020. Want 2010. Zijn... Nee, volgens mij 2000 gewoon. Ik weet welk niet. geboortejaar ben jij? 89. Ah, dat is een, een grensgevalletje. <laughs> ja, <laughs> oké, okay, millennial. Nou ja, zet, je, je leest er veel over, maar zeg me niet zoveel. Want mijn kinderen zijn al geen millennials, die zijn veel ouder. Nee. Maar wie denkt er nou? Maar dat is goed voor de. Mijn voor... kinderen zijn geboren in de jaren zeventig. Ja, maar het is voor de sociologen natuurlijk belangrijk dat ze generatie een beetje kunnen indelen. Dat praat dat makkelijk. Ja, het, het is het is het is, het is, het generatiedenken is toch vooral gemaakt Ik heb nog een andere vraag over dat onderzoek. Als ik eh, of als er thuis een feestje of visite is, verzorg ik hapjes en drankjes, eens of oneens. Ik, ik moet. Ik doe dat niet. Nee. nou, ja, nou dat, de drank dat zou best kunnen. Ik zet, ik zet meestal de koffie. Als, de, als er zo'n verjaardagspartijtje. of nou ja, het kan me alles en nog wat wezen. en ik zal de thee waarschijnlijk maken. het kan zijn dat ik zelfs een glaasje of een flesje bier aanreik. maar, maar de hapjes. dat is niet dat ook in verband met, met. vergiftigingsmogelijkheden. is het beter dat ik de hapjes niet maak. Ja. ik ben er erg voor. zeker omdat als je veel ouder wordt. dan wordt dat, dat allemaal natuurlijk nogal een belasting. ik ben ervoor dat er erg voor dat er. een keteraar wordt ingeschakeld. Oké, okay, oké. Okay. Als ik dan jou zo hoor, dan, dan doe je het liever. Doet jouw vrouw het niet en jij doet het niet. Maar over het algemeen. We zijn allebei 79, mijn vrouw is slecht ter been. Ja, ik bedoel. Oh, je kunt toch... Je toch niet uitlopen, slopen of sloven met hapjes. Maar je kunt dan niet iedere, iedere keer als je visite is een ketera laten komen? Nou ja, maar ik zou dat wel willen. Die is minst de familie die zegt. Nou, dat is niet nodig en we doen wel wat. En nou ja. We nemen zelf wat mee. Ja, God, zoals dat altijd gaat. Ja, ja. Wat aangerommeld natuurlijk. Oké. Okay. Maar wat, wat eigenlijk de conclusie is, is dat dus bij deze vragen uh, de vrouwen vaak inderdaad, nou de hapjes en dat soort dingen verzorgen, mannen de dozen dragen. En dat was dus 55 jaar geleden uh, zo en nu nog steeds. Dus de conclusie was eigenlijk, wij hebben veranderd. Ja, maar ik heb nooit een doos gedragen, dus uh, Nee. wat dat betreft uh, ben ik een beetje hors concours. Ja. De derde Franse uitdrukking. Ja, ook heb je niet Frans van. gelezen of zo? Nee, ik begrijp het ook niet. Oh, oké. Okay. Nee. Joke Smit, zeg je dat wat? Ja, Joke zeker heb zeg maar. Daar hebben we net namelijk een kleine documentaire over gemaakt. Van het ontdagen bij de vrouw. Ja, over, over het feit dat het is nu een bepaald aantal jaren geleden. Ja, 55 geleden, jaar geleden. 55 jaar geleden. Kijk eens, zij was maken. met dat artikel een voortrekker van, eh, laten we zeggen, de tweede feministische golf in Nederland. Zij is betrekkelijk jong overleden. En wij hebben daarover, over Joke Smit. Ja, ik zeg nog altijd Joke Kolsmit, maar ik geloof dat ze die meneer Kool al vrij snel gedumpt heeft, eerlijk gezegd. Maar goed, Joke Smit moet je dus zeggen. We hebben daar een heel gesprek over gevoerd met Hedy Dancona. Die samen met haar daar heel actief in is geweest. En wat bespraken jullie dan? Nou ja, hoe dat precies in zijn werk ging en wat Joke Smit voor een soort van vrouw was. Enorm fanatiek, heb ik begrepen. Met, met weinig oog voor de kleine aardigheden des levens, nietwaar. Koersend op een, een grote gedachte en een groot ideaal. Wat ook een, kaal, een zekere kaalheid in de rest van haar leven meebracht. Nou, in ieder geval is dat wat ik ervan onthouden heb. Maar dat die feministische golf natuurlijk eh, enorm belangrijk was. En bovendien op termijn ook over deels gedragen door maatschappelijke ontwikkelingen. ...van enorme betekenis is geweest. Dat is wel duidelijk. Ik heb al eens eerder uitgelegd... ...dat ik de jonge vrouw van tegenwoordig... ...even eh, generaliserend... Eh, ...echt van een totaal andere orde vind... ...dan de jonge vrouw in mijn jeugd. Eh, tegenwoordig is het toch... ...ja, je studeert zelf... ...je, je gaat aan het werk... Eh, ...ze maken altijd een enorm... kort zelfverzekerde indruk op mij. Terwijl de jongens vaak iets... ...klungeligs hebben, eh. mm -hmm. Mannen zijn. Mannen duurder, bij mannen duurt het wel een stuk langer voordat ze een soort van volwassenheid bereikt hebben. Hmm. Maar de conclusie is eigenlijk dat de taakjes die de vrouwen 55 jaar geleden deden, zoals ze inderdaad. Die Ik zag... denk dat ze nog steeds relatief zwaarder belast worden dan mannen. Ja, ja. Precies, dus dat is de conclusie. Nu. Maar dan is het wel zaak dat zij, en dat, dat, dat kun je ook leren van de tweede, met feministische golf, dat ze tegen die mannen die dus eh, weliswaar misschien dan de dozen dragen, maar verder in poten uitsteken. Dat ze daar wel tegen zeggen, Zijn, wacht eens even, het is zaak dat jij nu eens iets nuttigs gaat doen. Ja, maar ik vond het opvallend dat mannen en vrouwen zeggen, alle twee vinden het belangrijk dat het gelijk verdeeld is. Alleen ze handelen er met z'n allen niet naar. Nee, dat is denk ik wel, dat klopt wel. Maar dat zie je natuurlijk vaak bij, bij ingrijpende ideologisch getinte maatschappelijke veranderingen. Dat eerst is er de ideologie, we zouden het eigenlijk anders moeten doen. We zouden het eigenlijk zo, zo moeten doen. En pas heel langzaam wordt dat ook gerealiseerd in het dagelijks gedrag van mensen. Omdat mensen natuurlijk enorme routinewezens zijn. En, en natuurlijk heel veel mensen kijken naar hoe hun vader dat deed. He, dat is vaak het voorbeeld. Of hun opa's dat deed. Ik, bedoel, ik heb mijn opa's heel lang mee. Maar ja. Die staken nooit een poot uit. Die deden niet de was of die gingen de aardappeltjes bakken. Ik <laughs> nee, heb hele idee dat mijn opa van vaders kant de was zou doen. Dat is zo komisch. Dat kan, daar moet ik inderdaad ontzettend om lachen. Ja, mijn andere opa had nog wel uit een soort vriendelijkheid misschien de was willen doen. Maar ja, ze waren een goede doen. Dus ze deden was de deur uit. Er was geen sprake van was, want er was ook geen wasmachine. Ja, maar de huidige generatie zou zeggen: wat gek dat je daarom lacht. Dat is toch heel normaal? Nou niet toen, wacht nou even. Ja, nee, toen niet, maar Mijn nu Mijn opa was geboren in 1887, dus ja, dat was toen heel heel anders. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet weet hoe die, hoe die Samsung machine bij ons hoe die bediend moet worden. Ja, er, zit een, er zit een enorm computervenster op. Het is allemaal uh, high-tech tegenwoordig. Ja, maar zie je bij jouw kinderen dan wel een meer gelijke verdeling? Ja, zeker, zeker, ja, ja. Dat komt natuurlijk omdat mijn zoon prima kan koken. En... Okay. Ik heb het hem nooit gevraagd, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik denk dat hij ook de wasmachine wel kan bedienen. Hij is toch sowieso praktischer ingesteld dan ik. En mijn dochter, denk ik ook wel. Ja. Er staat dus: zowel mannen als vrouwen vinden de ongelijkheid tussen de seksen de belangrijkste om te bestrijden. Belangrijker nog dan die tussen arm en rijk of stad en platteland? Ja, ik vind dat wel. Uh, het is een onderzoek, hè? Uh, uh, he? de... heel vergaande generalisatie. Ik zou zeggen, eh, tussen rijk en arm, dat, dat lijkt mij maatschappelijk gezien op langere termijn belangrijker, eerlijk gezegd. Uit vrijwel alle onderzoek komt naar voren dat hele grote verschillen tussen rijk en arm, dat dat heel slecht en dysfunctioneel is voor de samenleving waarin zich dat voordoet. Denk aan de Verenigde Staten, op dit moment waar die, ook, die verschillen enorm zijn toegenomen in de afgelopen halve eeuw. Dus ik zou zeggen, het is allemaal belangrijk of je ooit het verschil tussen stad en platteland... Ja, omdat daar de levensomstandigheden fundamenteel anders zijn. En dan hebben wij nog maar... Kijk, in Nederland wij denk je ook op het platteland wel eens af. Ja, het is gewoon Nederland. Het ziet er precies zo uit. Met dezelfde huisjes en, en die dorpen en die kleine steden waar ik dan regelmatig kom. Vanwege het optreden. Maar... Het, het, ja, je, hebt toch soms, je hebt toch ook wel eens dat je van, als je van de grote weg afrijdt. en dan binnen drie kilometer denk je. het is een andere wereld. Het is toch een andere wereld. Het klinkt anders, het voelt anders. Ik, dat lijkt me heel, heel lastig op te hebben. Alleen denk ik dat je van beide kanten, van de plattelandsbewoners en de stadsbewoners. wel wat meer wederzijds begrip mag vragen. Om dat nou meteen ook weer te gaan polariseren. Dat vind ik al dat gepolariseerd, dat, dat levert niets op. Nul. Ja. Zes op de tien samenwonenden stellen zegt het bovendien belangrijk ook te vinden om de taken thuis eerlijk te verdelen. En mannen vinden dit zelfs nog belangrijker dan vrouwen. Ja, want die voelen zich vaak schuldig. Een beetje dat ze willen weten dat zij dat eigenlijk niet doen. Dus vandaar dat ze het zo belangrijk vinden. Ja, maar ze handelden er dus niet naar. En de rolverdeling is doorgaans ongelijker bij lager opgeleide en bij oudere stellen. En juist weer gelijker bij LHBTI-stellen. Oh, ja, ik weet niet precies. Ik ben natuurlijk een ouderstel. Ik ben een, ik ben een onderdeel van een ouderstel. Ik ben bang dat ik toch op zijn best, het best, meest positieve, eh, wat je van mij zou kunnen zeggen, is dat ik een overgangspatiënt ben. Hmm. Dat ik eigenlijk van, van, een, van een veel oudere wereld geleidelijk aan in een nieuwe wereld terecht ben gekomen. Ja, nu staat ook: homomannen, zegt de Volkskrant, werken beide vaker fulltime en schenken hun visite vaker een drankje in. En homovrouwen, die werken beide vaak parttime en vervangen vaker een lamp. Ja, we hebben allebei altijd fulltime gewerkt. Zet dat wagentje met de camera's rond. Is oh, daar dat, oh, dan moet dat ding weer even aanzetten, ja. Opvallend genoeg heeft het belang dat stellen hechten aan een gelijke verdeling nauwelijks effect op hun gedrag. Dus nee. ook al vind je het dus belangrijk... Ja, daar zie je wat ik schetse, dat de ideologie is er wel. Maar het praktische dagelijkse gedrag is nog niet in overeenstemming met de ideologie. Wat trouwens vaak het geval is natuurlijk. Ja. Hey, en die, uh, die, die, wel leuk dat je dus die Joke Smit geïnterviewd hebt. Dat, uh, nee, niet Joke Smit, Hedy Dancona. Hedy Dancona, ja, ja, ja. Joke Smit is al een miljoen jaar dood. <laughs> Sorry. Ja, ben... Maar en wat is je daar voor de rest nog van bijgebleven van het interview? Het haar woning. Ja. Ze heeft natuurlijk vanwege haar laatste echtgenoot... heeft ze natuurlijk een hoop werk van haar laatste echtgenoot aan de buur hangen. Maar ook allerlei ander werk. Ik vond het enorm leuk om rond te kijken. Zij is, een, zij is nog weer beduidend ouder dan ik. Maar een uiterst vitale vrouw, wat je altijd tot een zekere opgewektheid brengt. Dat je iemand ziet die dus nog ouder is dan jij bent. En die je toch dat je denkt, nou, die redt zich wel lekker. En toen ik las dat Marga Minko nog een trap op kon met een theeblad. Terwijl ze 101 is, dacht ik ook van, kijk, dat was mijn middag goed. Ik bedoel, ik zou nou al niet de trap op kunnen met een theeblad. Laat staan als ik 101 ben. maar... Ja, dus dat deed mij veel goed, ja. Mm. Zij is een hele aantrekkelijke, intelligente en ook wel praktische vrouw. Ja. Die, en dat was natuurlijk ook het contrast tussen Joke Smit en, en Hedy Dancona. Dat ze waren allebei voor de tweede feministische golf. Daar hebben ze allebei ook in principe veel aan gedaan. Maar Joke Smit was wel erg. Eh, wat zal ik zeggen, rechtlijnig. Alles moest geofferd worden op het altaar van de Tweede Feministische Golf. En bij die Daconab was er, voor zover met. mijn indruk is in ieder geval, wat meer oog voor de, voor de aantrekkelijkheden van het leven. Hmm. De kan de pot op. Ga lekker naar huis koken. Veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans, hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk, het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. De hardheid van de wereld Draait door. beperkt zich niet alleen tot de tv- en mediawereld. Ook in het bedrijfsleven gaat het er in de strijd om de beste te zijn. hard aan toe. De oudbaas van Mediamarkt vertelt daarover in de podcast Sea Level. Het gesprek dat ik daarover met hem had. vind je via de link in de beschrijving.